Afreizen naar het Pikinksaran-gebied wordt nog steeds afgeraden door de politie. De reden hiertoe is het onderzoek van de gemengde eenheden van politie dat nog in volle gang is. Dit geeft politiewoordvoerder Milton Kensmil aan in gesprek met de redactie. De politietopper meldt dat er voorlopig geen andere aanhoudingen zijn verricht. Dus de gemengde eenheid die belast is met het onderzoek, die is nog op zoek. Er zijn aanwijzingen wie de verdachten allemaal kunnen zijn. Maar tot op dit moment, ik denk dat we het hierop kunnen laten wat dit gedeelte betreft. Dus strategische overwegingen is het nooit goed om alles in één keer mede te delen. Maar ik zeg, ik kan wel aangeven dus dat het onderzoek vlot. Tot en met het bericht van afgelopen vrijdag, als ik het goed heb, vrijdag of zaterdag, kan ik aangeven dat wij 4 verdachten hebben aangehouden. En die zijn allemaal ook in verzekering gesteld. Er waren nog 2 erbij, maar die hebben jammer genoeg hebben ze de artsenleven eerder verlaten. Kensmil benadrukt dat de situatie bij het dorp niet zodanig is dat sprake is van een onveilig gebied. Het korps komt binnenkort uit met een statement over de situatie. Ik wil niet praten over een gebied niet vrijgegeven. Wij adviseren, ja, liever niet onnodig in het gebied te gaan. Ja. Ik wil niet praten over over gebied nog niet vrijgegeven, want anders kan er allicht een andere gedachte gaan ontstaan. Ja. Alsof het zo onveilig is in dat gebied. We adviseren om het gebied, als het niet nodig is, liever niet te gaan. Maar dat is meer uit veiligheidsoverwegingen en dat is meer omdat het onderzoek, die gemengde eenheid, die is nog bezig met het een en ander. Kensmil zegt dat de 2 agenten die gewond zijn geraakt tijdens het vuurgevecht naar het hospitaal moesten. 1 van de collega's ligt nog in de ziekeninstelling. Op 2 mei ontstond in het Pikinksaran-gebied een onstuimige situatie die leidde tot ongeregeldheden met geweld.